Igoné heeft vandaag voor het eerst van zich laten horen sinds de veroordeling van haar echtgenoot Thijs Reumers. Ze is enorm geschrokken van de feiten die naar buiten zijn gekomen in de zedenzaak. En laat weten met verscheurd hart alleen verder te gaan. Thijs en Igoné leren elkaar in 2016 kennen via Instagram. Igoné zet de eerste stap en al snel maken de twee bekend dat ze een relatie hebben. 3 jaar later geven ze elkaar stilletjes het ja-woord. Dat was heel erg lief met de kindjes en heel erg geheim. En dat vonden we heel fijn om dat zo te doen, ja. Na 2 jaar wachten gaan ze eindelijk op huwelijksreis. In 2021 trakteert Igoné iedereen op prachtige kiekjes van hun droomvakantie. Een jaar later wordt hun huwelijksgeluk overschaduwd wanneer Thijs wordt aangeklaagd voor seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover 3 minderjarige meisjes. Nou, daar is weinig meer van over. Er is echt een ijzige stilte nu. We hadden eerder al geconstateerd dat Igoné en hij niet echt veel meer samen zijn. Er was ook een tijdje dat zij niet in dat huis woonde en hij wel. Dus dat gaat sowieso ook nog niet zo lekker. Afgelopen januari maakt de danseres bekend haar relatie met de acteur verbroken te hebben. Het zat er natuurlijk al een beetje aan te komen. Ja, het is niet helemaal 100% zeker wat de aanleiding is voor de scheiding. Maar helemaal los van die andere affaire kun je het natuurlijk allemaal niet zien. Eind juli staat Thijs voor de rechter. Igoné schittert door afwezigheid. Thijs wordt uiteindelijk schuldig bevonden en krijgt een werkstraf van 240 uur en 3 maanden celstraf, waarvan 2 voorwaardelijk. Verdachte heeft ook ter terechtzitting geen verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen en zoekt de schuld met name buiten zichzelf, dat hij een slachtoffer is van verschuivende maatschappelijke normen of van een ineens preutser geworden seksuele moraal in de samenleving, gaat de rechtbank daar niet in mee. 2 weken terug besluit Thijs Reumer, evenals het OM, in hoger beroep te gaan. Vandaag laat Igoné van zich horen op Instagram. Er zijn feiten naar buiten gekomen waar ik op geen enkele manier achter sta en die ver van mijn normen en waarden liggen. Mijn hart is verscheurd. Ik heb tijd nodig om dit te verwerken en sterk alleen verder te gaan. Ja, en dan hebben we nog niet eens alle redenen om alleen verder te gaan. Nee, en niet benoemd en geen naam genoemd. En je kunt zien hoe zij geworsteld heeft met het vinden van de juiste woorden. En die heeft ze gevonden. Het waren er 40, heb ik er geteld. En daarmee is alles wel gezegd. Ze gaat alleen verder. En dat was ook eigenlijk de opmerking waar iedereen op zat te wachten, behalve Thijs, want zoveel mensen heeft hij niet over. En het is een dramatische getuigenis van wat zij de afgelopen maanden natuurlijk heeft meegemaakt. Eigenlijk was ze er in januari al uit. Toen zei ze, ik ga scheiden van Thijs, want zijn liefde die is voorbij. En daarna is ze daar stapje voor stapje toch op teruggekomen, in een uitzending met Wilfred Gené onder andere. En uiteindelijk is wel duidelijk dat het niet te redden is natuurlijk, wat ik me goed kan voorstellen. Want het is niet alleen die veroordeling die hij aan zijn broek heeft. Hij heeft haar ook nog verschrikkelijk belazerd met een van zijn beste vrienden die zij ook goed kent. En dat is, of de vrouw van een van zijn beste vrienden, laat ik het zo zeggen. En dat is natuurlijk nog een extra pijnlijke geschiedenis voor haar die er bovenop kwam. Ze heeft hem in alles gesteund. En dan kom je er ook nog achter dat meneer vreemd gaat in Maastricht. En dat moet ook nog wel, als het nog nodig was, wel een extra druppel geweest zijn. Nou is het sowieso een heel verdrietig verhaal. Maar helemaal loskomen van zijn kant van de familie kan en wil ze niet. Nee, kan ze niet. Want ze heeft natuurlijk jaren gezorgd voor Sammy, de dochter van Thijs en Katja. En dat wil ze blijven doen. In een interview met vrouw zegt ze nog van ja, dat blijft altijd. Dat is mijn eigen kind. Met Katja gaat ze hartstikke goed om. Dus, ja, en die familie is natuurlijk ook altijd heel erg lief voor haar geweest. En dat is een heel hecht bolwerk waar je niets uit hoort. Maar die zullen er zeker ook voor haar zijn. En hoe dan ook, het wordt een verschrikkelijke tijd voor haar. Want zie hier maar eens los van te komen met al die klappen die je hebt moeten incasseren. Ja, dat begrijp ik. Zit er nog iemand in zijn kamp? Nee, daar ben je gauw klaar mee. Misschien zijn familie, maar dat weten we dus niet. Maar zijn ex-vrouwen hebben eerder elkaar gevonden om steun bij elkaar te zoeken. En als die zitting hervat wordt ergens volgend jaar, dan denk ik niet dat er stoelen bijgezet hoeven te worden voor de mensen die Thijs komen steunen. Want die zijn gewoon niet te vinden. Al zijn vrienden hebben zich van hem afgekeerd. Collega's openlijk van hem afgekeerd. Casting directors hebben daar eens een keer een enquête onder gedaan. Niemand staat te trappelen om die man aan werk te helpen. Dus het is heel erg eenzaam voor Thijs geworden, ja. Het is überhaupt natuurlijk een verschrikkelijk verhaal. Want je voelt aan alles dat zij natuurlijk helemaal geen statement naar buiten had willen brengen, maar dat min of meer gedwongen wordt omdat het publiek iets van haar wil horen. Ja, terwijl je hebt natuurlijk een kind waar je dat, je wil als moeder natuurlijk helemaal niet voor dat kind de vader laten vallen. Nee. Maar ja. Nou, dat had Katja wel mooi gedaan, vond ik, in haar statement. Ja, die heeft altijd gezegd van, nou ja, als vader van mijn kind blijft hij in mijn leven.
Nou, maar zij staat er natuurlijk wel iets anders in dan wat haar is overkomen, denk ik. Maar dat klonk ook redelijk afgemeten en ook daar kon hij het mee doen. Ja,